Welkom weer bij Vinoniek. Vandaag zijn we op Schuurles. Vandaag festivalwijn. Wat moet je dan drinken op een festival als je niet van bier houdt? Nou, de oplossing, natuurlijk wijn. Alleen vaak is het gewoon onzin, is het lauw en is het zuur. En hier een heuse wijnbar. Een toffe met meiden die echt iets nieuws willen neerzetten. Wat het leuke is van deze rijdende wijnbar, is dat ze niet alleen maar bezig zijn met gewoon standaard glazen, maar ze gaan atmosferen creëren. Je komt hier, wil je een upper, wil je een verfrissende wijnserie? Dan neem je een hele frisse wijnflight. Maar als je zegt, nee, vandaag wil ik iemand charming, nou, vandaag moet het sexy zijn, dan hebben ze een hele sexy serie. Ik ga het proeven en jullie laten zien. Even weg uit de drukte, even apart, gaan we samen even deze wijnen doorproeven. Van de verschillende series die de wijnbar van Leonie Mooijekind heeft, heb ik de smooth en sexy genomen. Ik wil zo gaan dansen en chansen. Dus ik denk de beste voorbereiding is deze wijnflight. Eerst deze Fermentino. Deze komt uit Salento en dat is het diepe zuiden van Italië. Fermentino is normaal gesproken vrolijk geparfumeerd en met lekkere opwekkende zuren. Dit is rijp en warm. Het is voluptueus. Het heeft iets heel silkies. Komt omdat het hier in het zuiden zit. Je hebt wat meer vulkanische bodem en je hebt meer hitte. Waardoor die wijn een soort spiciness krijgt. Heel zelfverzekerd, want sexiness is ook zelfverzekerd zijn. Dan, tweede wijn. Tweede wijn is die Chardonnay uit de Pédoc. Leuk is, het is een wijnmaker die wijn maakt ook in de Bourgogne. Dus die kent die hele, ja, fluwelen, hele elegante, vaak wat diepzinnige stijlen van de Bourgogne. Alleen de Bourgogne heeft vaak nogal wat arrogantie en wordt hoogdravend. En smooth en sexy is niet arrogant, is juist toegankelijk, is juist benaderbaar. Deze Chardonnay heeft aan de ene kant dat hele mooie, rijke, wilderige, waardoor je in één keer heel erg in zo'n warme, fijne vibe komt. En heeft er ook genoeg spiciness, want het heeft wel een beetje hout gehad. Het heeft wel een beetje vurigheid van het hout meegekregen. En dat spiciness, dat zet toch wel aan om te gaan bewegen. En dat is nou net wat we willen. We willen gaan charmeren. De volgende is een rosé-stijl uit Spanje. En Spaanse stijlen zijn nog wel de echte zuurstokkenstijlen. Van heel veel chemisch fruit. En dat is vaak juist opdringerig. Dus ik ben benieuwd wat dit is. Dit is wat het moet zijn. Het is bessen- en kersensap. Vers geperst sap. Maar zonder dat het dikker wordt. Zonder dat het te veel zoet heeft. Heel veel zuren doorheen vervlochten. Heel speels, heel levendig. Geen complexiteit, geen moeilijkheid. Want ze staan hier te dansen op een festival. Iedereen staat hier met zijn voetjes in het gras. Dan moet je dus niet moeilijk gaan doen. Beetje op het randje van, ach, misschien heb ik wel iets te veel fruit. Je hebt het gevoel, je giet een glas hiervan over je hoofd. En je staat met je armpjes in de lucht. En iedereen komt als bijen op je af. Dat het dus wel echt kan dat je op een festival lekker iets leuks kan drinken. En echt in een stemming gebracht worden. Jongens, bedankt voor het kijken allemaal. En graag tot de volgende keer. Tot Vinoniek. Hoi!